Hallo, welkom terug. Bedankt voor het kijken. Nou, zoals jullie kunnen zien, de mais is er eindelijk af. En we gaan weer zoeken met de XP2's. Ik zie jullie terug bij de eerste leuke vondst. Wish me luck. Nou, de eerste vondst. Mooi klein knopgewichtje. Heel erg licht. Ik kan nog niet zien hoeveel gram, maar altijd leuk. En met keurmerkjes. Leuke vondst. Op naar de volgende. En het eerste muntje komt uit Duitsland. 180 Einenthaler. Andere kant wat slechter. Ah. Deze kant is mooi. Op naar de volgende. En een Duit-Zeelandia. En de volgende. Mooie Willemshend. Nog redelijk goede conditie. 1827. En een .50. Kogelpunten bij. En weer een zilver. Zilver dubbeltje. Deze kant een beetje versleten. En Wilhelmina met lang haar op de andere kant. Dus eind 1800. Ik ga hem straks schoonmaken en dan zie je hem terug. En een mooie Duit, Gelria. Die gaan mooi worden. Op. En weer een zilveren duppie, maar deze is echt helemaal versleten. Geen idee of we hier nog wat van kunnen maken. Ah, zilver is zilver. En weer een super scherpe Willemshend 1876. Nou, deze kant ziet er nog super gaaf uit. Yes. En weer zo'n mooie Duit. West-Frisia 1720. Duiten komen super mooi uit de grond vandaag. Yes, daar komt hij. Zilver. En eentje die op de bucketlist stond. Een Willempie. Geweldig. Ik ga hem even schoonmaken. Dan zie je hem zo terug. Weer een muntje, zilveren dubbeltje denk ik, en met een beetje geluk is dit er een keer eentje van Willem in plaats van Wilhelmina. Moet hem thuis gaan schoonmaken en dan ziet het resultaat straks terug. We zijn nog steeds bezig op het veld. Weer een vondst. En goh, wat zal het zijn? En dan draai je hem om. Yes. Geen idee wie dit voorstelt of wat het is geweest. Het lijkt een soort spel te zijn geweest. Ik denk weer wat leuks. We gaan uitzoeken wat het is. Op naar de volgende.
Ja, en als je dan besluit niet meer te gaan filmen, dan komen de mooiste dingen uit de grond. Mijn allereerste fibula. Ik heb me laten vertellen dat dit uit de 10e eeuw komt. Dat ziet er nog super mooi uit. Het pootje op de achterkant nog compleet. Ik ga hem opsturen om te laten restaureren. Super mooie vondst. Super blij mee. Ik kwam totaal onverwacht. Helaas niet live gefilmd. Maar ik ga binnenkort terug kijken of we meer kunnen vinden op die plek. Yes, op naar de volgende.